Hallo iedereen, ik ben Saïd Melouk, 17 jaar oud. Ik heb 1 jaar in Okan gestudeerd in 2018-2019 en nu zit ik in de richting van elektrotechniek in de vierde middelbaar. Het is echt nu heel leuk ook. We studeren zoveel elektriciteit, 15 uur per week, 7 uur praktijk en 8 uur theorie elektriciteit. Ik heb voor deze richting gekozen omdat ik hou van elektriciteit en ik vind de technische richting leuk en mooi. En voor de andere vakken die we studeren zijn zoals de andere richtingen TESO zelfde. En we zijn gewoon met 14 op de klas, niet zoveel. En voor mij vind ik de praktische vak de makkelijkste en de moeilijkste voor mij is theorie elektriciteit. Ja, ik vind het een beetje moeilijk, want ik heb de derde niet gestudeerd en ik heb de basis van elektriciteit niet gezien. Dus het is een beetje moeilijk, maar het gaat lukken. In de derde en de vierde we studeren elektriciteit over huizen en in de vijfde en zesde we studeren elektriciteit van industrie. Dus alle elektriciteit we zien. Ja, en ik wil ook verder studeren met deze richting, tot hogeschool of verder, waarom niet? En als job wil ik een ingenieur of echte technicien worden.